Hey YouTube, tof dat je kijkt naar een nieuwe review hier bij Thomas Opent. Met eerst de welbekende bril op het voorhoofd zetten. Met een nieuwe mystery weer, met dank aan Waldo. Waldo stuurde onlangs een stuk of wat bieren op. Vier gewoon bieren. En vier mystery beers. De vier gewone bieren die gaan allemaal nog langskomen. Waarschijnlijk ook met wat livestreams erbij, dat gaat heel gaaf worden. En de vier mystery beers waren heel leuk. Ten eerste vanwege het Bourbon County-achtige labeltje eraan. Maar dat is ook meteen een fantastische pool tab om hem heel makkelijk los te kunnen krijgen. En wat Waldo heeft gedaan, die heeft ze in de volgorde neergezet, 1 tot met 4. En hij heeft ook een beetje de drinktemperatuur erop gezet. Nou, dan kun je denken, geeft dat niet een beetje een spoiler, Thomas? Nou ja, misschien een heel klein beetje. Maar het is, maakt de drinkervaring wel een stuk leuker natuurlijk. Dus bij deze, een nieuw mystery beer van Waldo. Voor degenen die nog nooit gekeken hebben en zo langzamerhand lijkt me dat een beetje stug. Mystery Beers is gewoon heel simpel. Jullie sturen mij bieren op en ik moet raden naar aanleiding van kleur, geur, smaak en dergelijke. Wat voor bier is het? Zit er eventueel adjuncts in? Is die barrel age? Wat is het alcoholpercentage? Ken ik het bier? En dat is wel helemaal grappig. Hè? Stel je voor dat ik een bier ineens een 4 geef, terwijl ik hem met gewoon proeven een 3 gaf. Of net andersom. Kom je lullig naar voren. Altijd heel erg grappig. En jullie sturen deze bieren naar mij en ik moet het dan gaan raden. Ja, als je de vorm van het flesje ziet, is het eerste wat je gaat denken. Ja, zo'n klassieke Belgische... Klassieker. Zoiets. Het flesje geeft gewoon wel echt... Tuurlijk, er zijn genoeg Nederlandse brouwerijen die dit flesje ook gebruiken. Maar dat is toch wel het eerste waar je aan denkt, hè? Die classics. Daar kan ik ook niks aan doen. We gaan het bier inschenken. Gewoon een mooi bokaal, snifter die een beetje een leuk idee geeft. Dopje is afgetaped. Een flink sisje. En we schenken hem in. Het bier schenkt een beetje een soort van amberkleur. Ja, absoluut wel een amberkleur. Het zou kunnen zijn dat we het hier over een zwaar blond hebben. Mooi flinke schuimkraag. We kunnen het hier hebben over een zwaar blond. We kunnen het hier hebben over een wat donkere trippel. Ja, zie je, mijn eerste zou zeggen zijn, ik denk een trippel. Maar dat ben ik. Een wat donkere triple, amber ale misschien. Amber ale met een temperatuur van boven. Maar dat zijn natuurlijk ook leuke plot twists. Dit kan ik wel van zeggen. Een hele leuke plot twist van Waldo. Een plot twist van Waldo was dat hij op een barrel aged beer alle wax er heel mooi afgehaald had. Dat was echt dat je dan een beetje op een dwaalspoor gezet wordt. Dus echt een geniale stunt. Dus ja, ik weet waar die toe in staat is. We gaan eens even kijken wat hij doet in de neus. Ik ken dit bier. Ik weet nou al wat het is. Ik denk dat ik al weet wat het is. Heel veel van dat banaantje is een beetje kruidnagel. Mijn neus. Iets te enthousiast. Mijn neus in het schuim. Ik ken dit bier. Ik weet al welk bier het is. Onmiskenbaar. Dit is Gulden Draak. En niet die quad in dat zwarte flesje. Want die is volgens mij ook iets donkerder van kleur, toch? Het zou wel eens die barrel aged kunnen zijn, maar dat is niet barrel aged. Dan is het weer barrel infused. Of dan is het ineens whisky infused. Maar het zijn eigenlijk smaakstofjes en geurstofjes. En waarom zeg ik misschien? Want dat staat er dan op. En als je dat... lees, dan ga je misschien dingen invullen in je hoofd. Want hij is absoluut niet barrel aged. En voor zover ik weet is die ook niet eens whisky infused. Zijn het gewoon aromatische smaakstofjes die toegevoegd worden. Omdat erin... Maar dit is 99% zeker Gulden Draak. Dat kan gewoon niet anders. Dat moet gewoon. Oh, sorry. Ik ga even proeven. Proost, Waldo. Dankjewel. Dat zoete bubblegum-achtige, typerende Belgisch dingetje. Met die, dat flinke koolzuur wat je omhoog ziet gaan. Die stevige schuimkraag. Die typerende, dat banaantjes en die kruidnagel in de neus. Als dit geen Gulden Draak is, dan weet ik het ook niet. Iets in mij zegt gewoon dat dit Gulden Draak is. En dat vind ik wel jammer, want eigenlijk had ik mijn Gulden Draakglas dan moeten pakken. Maar ja, dat weet je natuurlijk pas als je hem ruikt. Dan was die helemaal mooi geweest. Ik heb ergens echt dat... Ken je dat... Die grote ei met die lompe voeten zonde. Ik vind dat zo'n mooi fout glas. Ik vind hem super. Als dit geen Gulden Draak is.
Het zou wel eens die Brewers Edition kunnen zijn nog. 10,5%. Golden Draak. Golden Ale. Triple Dark. Volgens mij noemen ze het een Golden Ale. Als dit geen Golden Draak is, dan weet ik het ook niet meer. Kan bijna niet anders. En anders ga ik gewoon keihard op mijn bek. Maar ik zeg gewoon, dit is Golden Draak. Ik heb best wel wat Golden Draken gehad in de periode voordat ik echt heel diep in craft beer ging. En toen vond ik hem ook echt een fantastisch bier. Later, nou, hoe meer ik in de klassieke stijlen wat meer ben gaan verdiepen, vond ik hem wat meer artificial en iets te zoetig worden. Het is me nog steeds geen verkeerd bier. Ik vind het best wel eens leuk om af en toe even weer een Golden Draak erbij te pakken. Als ik hem een cijfer moet geven, ik denk dat ik hem 3,5 zou doen. En dat zeg ik nu puur omdat ik het Golden Draak denk. En waarschijnlijk ga ik gigantisch hard op mijn bek hier. En dat ik heel veel stof moet halen en dat Waldo nooit meer kijkt. Maar dit moet gewoon Golden Draak zijn. Dit moet... Nee, ik ga nog niet... Ik wou het dopje loshalen om te zien of ik gelijk had. Maar dat ga ik gewoon nog niet doen. Ik ga het samen met jullie doen. Ik schenk het laatste er ook vast bij in. Maar dit moet gewoon Golden Draak zijn. Ik ben er echt van overtuigd. Ik pak hem ook niet onderop uit. Maar zou het die Brewers Edition zijn? Daar ben ik benieuwd naar. Brouwerij van Steenbrugge. Golden Draak. Maar het is wel de quadruple. Shit, ik wist het niet meer zeker, want ik dacht die quadruple is nog zo'n... is het wat donkerder bier. Maar het is een ambergouden quadruple. Ik haal die twee wel eens door de war. Dat, oh, maar ik zat zo dichtbij. Het is dus in ieder geval de Golden Draak. Het is niet die Brewers Edition, maar het is Golden Draak. En dat is onmiskenbaar. Als je ooit een paar keer, twee keer, drie keer Golden Draak hebt gehad, pak je hem er altijd blindelings uit. Ik vind dit gaaf. Dit vind ik leuk als mystery beer. Zoals ik al zei, Golden Draak, ik vond het vroeger. Dit is trouwens brouwjaar 2019, gistank nummer 3. Dat zetten ze dus blijkbaar tegenwoordig op. Bevat 4 keer meer mout dan pils. Ja, ik vind het een leuk bier. Kijk, ik geef hem 3,5 en dat klinkt misschien wel aan de lage kant, maar dat is nog steeds een 7. En ik vind dat er wat betere Belgische klassiekers zijn. Ik vind Golden Draak een beetje... Ja, iets te zoetig tegenwoordig, omdat mijn smakenpalet wat veranderd is, maar dat is persoonlijk. Maar ik vind een 7 uit de 10 vind ik gewoon nog steeds een heel mooi cijfer eigenlijk. En ik ken gewoon betere quadruples, want ze noemen dit een quadruple. Ik vind het meer een golden ale. Ik vind het meer een amber ale, darker amber, hoe je het ook wil noemen. Ik vind het niet echt een quad, want hij mist iets te veel van dat rozijnenvijgen dadels karakter. Hij heeft iets meer toch wel dat golden ale karakter wat ik dan wat meer herken. Maar ik vind het geen verkeerd bier. Volgens mij staan deze bij een welbekende supermarkt met een... Wacht even, hoe... Dit staat in een spiegelbeeld. Volgens mij zien jullie hem nu goed. Ja. Die letter staat hier wel eens voor 4 voor 5 euro volgens mij. En dan is het best een leuk bier hoor. En dat is helemaal niks verkeerd mee. Het is absoluut niet vies. Ik vind hem alleen, ik vond hem vroeger... Dat is evolutie van je smakenpalet denk ik. Maar dit is wel een leuk bier om als mystery beer te ontvangen. Maar echt, als je die geur is onmiskenbaar Golden Draak. Waldo, gaaf bier, leuk. Dit vond ik een leuke. Dit vond ik echt een leuke, ook om deze weer eens te proeven. Want ik zat van de week, reed ik dus nog langs die supermarkt. En ik had zoiets van, goh, zouden ze nog wat hebben staan? Moet ik er even stoppen, maar ik had ook geen tijd. Ik had ook niet zoveel zin om zo'n supermarkt in te gaan. Veel te veel mensen. Blablabla. Ik ben gewoon doorgereden. Maar ik had wel zoiets van, ik heb eigenlijk wel weer een zin om een Golden Draak te proberen. En hier staat hij voor me. Dat was echt letterlijk een paar dagen geleden. Dus dat vind ik wel heel erg tof. Waldo, hartstikke bedankt kerel. Er komt nog één van jouw mystery beers aan. Daar ben ik heel benieuwd naar. En er komt nog wel meer aan van... Waldo zei het in livestreams of op het kanaal. We moeten even gaan kijken hoe ik dat doe. Hij had een verzoek over een poala die ertussen zat. Dat ik die met iemand live ging doen. Dus dat zijn we nu aan het regelen. Kijken of dat gaat lukken. Nogmaals, Waldo, hartstikke bedankt. Vond je de video leuk? Klik op like. Vond je hem heel erg leuk? Klik op abonneer. Laat onder omschrijving of in de commentbox eens even wat comments achter. Heb je wel een Golden Draak gehad? Wat vind je ervan? Vind je dat ik nou in mijn nek lul en dat hij echt wel een 4 of hoger is? Of zeg je, ja, nou, die 3,5 kan ik me wel in vinden. Ik ben heel erg benieuwd naar je reacties. Onder in de omschrijvingbox zie je links naar al mijn social media. Facebook, Instagram, Untapped. Zie je bieren die ik niet review, wel het een en ander over te zeggen heb. En uiteraard ook een link naar de Dutch Beer Collective, waarin je de reviews van Remy en Gerben terug kan vinden. Martijn, nogmaals hartstikke bedankt voor het maken van onze mooie website. Check trouwens ook mysterybeers.nl, want daar vind je dan weer links naar alleen onze mystery beers. Dus je zegt, joh, weet je, Thomas, Remy, Gerben, al die reviews van jullie kan me gestolen worden. Ik vind ze geen zak aan, maar die mystery beers vind ik wel leuk. Mysterybeers.nl.
Komt helemaal goed. En ik zie jullie allemaal bij een volgende review. Tot dan. Proost.